Vandaag in Wegmisbruikers gaat het deze klevende chauffeur allemaal niet snel genoeg. Er doorheen kan u ook niet. Nee, maar ja, dus, normaal rijden, gewoon één snelheid houden, dan is er niks aan de hand. Maar zo zit te trutten van 80, 70, 90. Geeft deze bestuurder geen gehoor aan het stopteken van de politie? Hé, hey, ze gaat aan de andere kant op. Die schrik me dood, een zwarte Audi ga ik niet voorgaan. Nee, ik durf niet, ik ga niet achter een zwarte Audi aanrijden, of het nou overdag of 's nachts is, maar ik vind het eng. En een wilde klopjacht op een jonge scooterdief. Staan blijven! Politie! Betrokken persoon gaat er vandoor op een scooter. Massasingel linksaf Kronenburg om. Hey, je bent aangehouden, man. Dus je mag met ons mee. Verdenking van diefstal van een snelfiets. De surveillanten van de videowagen werken met geëikte apparatuur om de snelheid van hardrijders te kunnen vaststellen, maar toch is het soms niet mogelijk een meting te doen. In zulke situaties kunnen de agenten terugvallen op hun eigen waarneming en vaststellen bij welke snelheid de bestuurder voor hen op de videowagen uitliep. En zo komt de bestuurder van deze Porsche Cayenne alsnog aan de beurt, zoals we zien bij Rilland op de Oesterdam. Surveillanten Dries en René zien in tegengestelde richting een Porsche-bestuurder naderen die zich duidelijk niet aan de maximumsnelheid houdt. De agenten maken een U-turn om de achtervolging in te zetten, maar ze slagen daar helaas niet in om een correcte meting te verrichten. Ik probeer hem uit te laten lopen. Welke snelheid heb je nu? Ik heb nu 160, 170 heb ik erop staan hier. 60. Oké. 156. Moeten we even kijken wat we zo concreet hebben. We moeten eens even kijken wat we concreet hebben, van welke snelheid die uitliep. Zullen we aan de kant zetten, gaan we gewoon even de video even terug bekijken. Ja, is goed. Op basis van hun eigen waarneming kunnen de surveillanten vaststellen waar de Porsche-bestuurder op hen uitliep en met welke snelheid hij dus zeker heeft gereden. Ik ben Dries Zoutenwelle van de verkeerspolitie. Zou ik de rijbewijs even mogen bekijken? Kom maar even aan de veilige kant zo. Dank u wel. Meneer Bekiele, we hebben videoopnames. We gaan even kijken welke snelheid daar op precies gereden werd. En dan aan de hand daarvan. Ja, loopt even mee. Je mag voorin even zitten. Dan kunnen we even kijken wat. Hard gereden, dat is beduidend. Ja, dat is duidelijk. Hè? Goedemiddag. Goedemiddag. Versluisternaam. Ja. Verkeerspolitie. Mijn collega heeft het al verteld, denk ik, maar je staat even aan de kant voor de snelheid. Goed, dat ontken ik ook niet. Dus. We zien u rijden hier op Doesterdam. Ja. En. U passeert daar een motorrijder, dat konden wij zien. Dat klopt. Die motorrijder zal ongetwijfeld iets van 100 km per uur hebben gereden. Die rijdt niet zo hard. Die rijdt niet zo hard. Maar goed, u rijdt aanzienlijk harder. Ja, dat klopt. Wij keren en we gaan achter u rijden. En u hebt in feite geluk dat we geen goede meting hebben kunnen doen. Maar u zit hier al mee te kijken op het scherm. En ik zie hier 162 km per uur staan. Dat rijden wij, maar goed. Het is zo dat wij niet echt op u inlopen met die snelheid. Dus ik weet niet of u weet wat dat betekent, normaliter. Maar bij 50 km overschrijding wordt normaal het rijbewijs ingevorderd. Dat is niet goed. Dus dat is even het verhaal. Ja goed, het is 100 km. Dat is niet voor niks. Nee. Maar ja goed, ook de mensen die u tegemoet komen rijden 100 km. Zo naderen elkaar met 200 km per uur. Dus het zijn, dat is gewoon te hard. Ik zit even te kijken naar de snelheid waarvan ik zeker wist dat we op dat moment kozen dat die op ons uitliep. Ja. En dat was die 150 was een snelheid waarvan ik zeker wist dat die duidelijk op ons uitliep. En wij weten zeker dat u harder gereden heeft. Maar het is een stukje fair play. En ik sta op het standpunt, ik wil 100% zekerheid hebben dat u die snelheid waarvoor u bekeurd wordt, dat u dat absoluut gereden heeft. En ik vond de tussenafstand met deze snelheid net iets te groot om te zeggen van dit is het. Ja. En René, als jij ook er ook mee eens bent, dan vind ik die 150 super representatief voor zijn meting. En dat zou nog net betekenen dat u rijbewijs mag houden. Ja, nou, daar zou ik heel blij mee zijn. Ja. Ik vind het bijzonder, ik ben er nooit aan gehouden voor iemand die achter me reed, want ik kijk meer ribbenspiegels dan vooruit. Dus ik vind het bijzonder, ik had jullie ook echt niet gezien. Ja, maar goed, je ziet het hier ook aan die snelheid. Ja, nou, het ligt gewoon. Ik ga het ook niet ontkennen. Dus. Het is wel zo dat deze bekeuring gaat ook naar, via justitie. Dus het is geen transactie, geen administratieve sanctie. Dus die gaan ook kijken naar uw verkeersverleden, zogezegd. Ja, dat is niet. Dus. En als dat verder goed is, dan zal dat een vast tarief worden. U bent niet te antwoorden verplicht, maar wat wilt u als verklaring
zeggen? Ik heb haast. Ja, geen. Ik had een afspraak om 3 uur. Ja, maar dat is geen reden om te gaan rijden. Dus, ja, dat weet ik ook wel. Nou, daar komt hij. Komt er de hele wc-rol. Maar goed. Ik zal hem wat korter maken voor u, want de rest is alleen maar ballast. Ja, hij wordt toch thuis gestuurd, hè? Dus misschien wel. Daar komt het wel op neer, ja. Het is alleen een kennisgeving. Ja. Dat u bekeurd bent en ja goed, u krijgt vanzelf nog bericht. Daaromtrent, maar goed. Pas een beetje op de snelheid. Meneer, heb je met die rijbewijs gespeeld? Wees daar zuinig op. Heel zuinig. Want het is echt dat we... Dat besef ik, kan het niet zonder. Ja, dankjewel. Dat is een mooi papiertje, die moet je zien te houden. Goeie reis verder. Ik kan moeilijk zeggen dat succes verder, maar... Het is goed bedoeld. Ja. Ja? Deze bestuurder kruipt door het oog van de naald en mag zijn rijbewijs nog net behouden. De officier van justitie bepaalt de hoogte van de boete. Van Zeeland gaan we naar de regio Gelderland Midden in Wolfhezen op de Wolfhezerweg. Surveillanten Erwin en Marcel worden ingehaald door de bestuurder van een Honda. 8 seconden. De maximumsnelheid bedraagt hier slechts 30 km per uur, maar de trajectmeting komt uit op ruim de dubbele snelheid. 66. Dat kan ik raar hoor. Even knippen joh. Heb je hem nou op 100 meter of heb je hem nou jump? Jump, sorry. Nee. Het is uitgelopen. 86. Stop voor. Ja. De motorrijder krijgt een stopteken en Erwin spreekt hem aan. Heer, goedemiddag. Politie Gelderland Midden. Eslek is mijn naam. Goeiedag. We hebben een snelheidsmeting gedaan in Wolfhezen. In de 30-zone. Op het moment dat u ons passeert, dan rijdt u dan uiteindelijk gemiddeld 66 km per uur doorheen. Daar waar u 30 mag. Niet goed, hè? Dat is iets te hard, zeg maar. Er gaat nog weliswaar een correctie af van 3. Voor de snelheid krijgt u een keuring voor. Ik zou daarom ook graag even uw rijbewijs in willen zien. En mijn collega wil u graag even de beelden laten zien. Prima. Ja? Heeft u iets anders van legitimatiebewijs bij u? Hallo. Hi. Hey. Ik doe hem even dicht in verband met fietsers en zo. Ja, Marcel de Jong. Hey. Nou, de situatie mogen redelijk duidelijk zijn, denk ik. Wij rijden op een gegeven moment naar Wolfhezen toe. En dan zie ik u vannacht achter in de spiegel naderen. In ieder geval met een aanzienlijk hogere snelheid dan wij. Maar ja, daar kan ik niks mee. Maar dan zie ik aan de snelheid wel dat het hier ergens nog een keer gaat gebeuren. Ja. Onderin staat de geëikte snelheid. Ja. Het is allemaal 30 hier. Ja. Nou, hier denk ik van hier zou je er wel voorbij komen. Ja, ja hoor. En gelijk aanzienlijk, hè? Op de klok zit je dan dik op de 90, hè? Zeker. 82 echte kilometers. Gemiddeld die remming erbij. Die remming naar 38 terug, 300 meter. Ja, je weet het zelf als je een stukje recht hebt. Even inhalen, dan trek je even het gas door. Ja, maar oké, je hebt gelijk. Ik had het niet gezien dat het 30 mocht. En ook al. Had je het gezien dan? Ja. Had je het gezien had dan? Ja, dan had ik hier niet zo hard gereden. Dit is 60, hè? Ja. Je rijdt ook gewoon 90. 87, 88 geëikt. Het is daar 60. Ja, neem u eerst volgende keer uw rijbewijs mee. Ja, dat is inderdaad... U geeft nu zelf ook aan, hè? U rijdt op de motor van, op naam van iemand anders. Ja, dat klopt. Stel dat u nou iets overkomt. Het ambulancepersoneel komt te plaatsen en nu willen u ergens mee helpen. Ja, bloed, medicatie, verzin het maar. Ze weten niet wie u bent en ze weten ook niet of u ergens allergisch voor bent. Des te meer een reden om je rijbewijs mee te nemen. Ja. Nou, nee, dat klopt. Bekeuring, dat denk ik. Bekeuring daarvoor is 16. Die zullen we dan maar afdoen met een waarschuwing. Krijg wel deze bekeuring voor de snelheid. Dat is een aardig, ja. Het is ook meer dan 100% overschrijding, hè? Ja. Dat is wel 2 keer te hard. Realiseer goed. 2 keer zo hard rijden is 4 keer zo lang remmen. Ja. Kwadratisch. Bedankt voor de medewerking. Tot ziens. Jo. Binnen de 30-zone is een overtreding snel gemaakt. De boete loopt via de officier. Van Gelderland dalen we af naar de regio Midden- en West-Brabant bij Made op de Rijksweg A59. Surveillanten Mark en Remco hebben een Seat-bestuurder op de korrel. Waar het in loopt. De maximumsnelheid bedraagt hier 120 km per uur. Afsluiten. Ik zie nou in ieder geval 157. En dat is ruim voldoende om deze Seat-rijder op de bon te slingeren. Remco spreekt de bestuurder aan op haar snelheid. Goedenavond. Goedenavond. Mijn naam is Ferris-Jan, verkeerspolitie. Ik had graag even uw rijbewijsje zien, alsjeblieft. Welke. Dankjewel. We hebben een meting gedaan van 157 in het 120 stuk. Daar krijg je een bekeuring voor. Ik had nog een
5 kilometer correctie vanaf. Dan blijft er 32 kilometer overschrijding over. Oké. Er zijn beelden van gemaakt, als je ze wil zien, mag ja, je ze nee, zien. Ja, ik weet het zelf. Ja? Ja joh, ik kan er ook nog wel bij. Wil je nog iets verklaren waarom je die snelheid reed? Nee ja, alles gaat vandaag al fout en we gingen naar een feestje, dus we wilden gewoon wat sneller rijden. Oké. Okay. Het was allemaal een beetje uitgelopen vandaag. Even het bonnetje pakken voor je. Dat is goed. Je rijbewijs terug, bent er zuinig op. Ja. In tegenstelling tot de meeste overtredingen boven de 30 km te hard, staat hier wel een bedrag op. Zo, namelijk €203. Valt nog mee. Ja, ja, goed. Ik vind het heel veel geld, maar ja, ja, misschien dat degene dat de anderen in de auto nog mee willen betalen. Maar... Ja, klopt ook al af. Nou, dankjewel. Alsjeblieft. Houd er een beetje rekening mee, zeker als het zo lang warm is geweest en het gaat dan regenen, dan krijg je die sop op de weg. Hè? Dus houd daar even goed rekening mee, zeker ook binnen de bebouwde komstraatjes. Ja. Yes? Rij voorzichtig en nog een fijne nacht verder. Ja? Dankjewel. Oké, hè. Tot ziens. De feestvreugde zal behoorlijk zijn bekoeld, want de bekeuring voor de snelheid bedraagt €203. Straks gaat het deze klevende chauffeur allemaal niet snel genoeg. Er doorheen kan u ook niet. Nee, maar ja, dus, normaal rijden, gewoon één snelheid houden, dan is er niks aan de hand. Maar ze zitten te trutten van 80, 70, 90. Straks geeft deze bestuurder geen gehoor aan het stopteken van de politie. Hey, ze gaat De andere kant op. Ik schrik me dood. Een zwarte Audi ga ik niet voorgaan. Nee, ik durf daar niet. Ik ga niet achter een zwarte Audi aanrijden. Wat er nou overdag of 's nachts is, maar ik vind het eng. Als gevolg van de economische crisis is de huizenmarkt behoorlijk teruggelopen. En dat heeft er in de makelaarswereld stevig ingehakt. Toch lijkt deze makelaar niet erg onder de crisis te lijden. Want hij heeft zojuist een splinternieuwe Porsche Carrera aangeschaft. En kennelijk gaan de zaken zo goed dat de telefoon roodgloeiend staat, zoals ze zien in Arnhem op de Metamorfosenallee. Surveillante Erwin en Marcel hebben een Porsche-bestuurder in het vizier die handheld zit te bellen achter het stuur. Kijk, het is rood. Drempeltje. Oké, okay. Valt niet zoveel net hebben. Komt hij zo bij de drempel? Ja, 16 seconden, afgeklapt. 67 gemiddeld. Opbellend. Marcel spreekt de bestuurder aan op zijn belgedrag. Goede... Morgen, ja. Politie. Ja, hier. Ik licht hem in even. Hoi, ja. Marcel de Jong. Hoi. Ja, ik kom ons bellen tegemoet. Klopt. Nee, niet tegemoet, voorbij. Klopt. Dus ik heb een bekeuring voor. Mag ik even uw rijbewijs alstublieft? Ja, dat mag. Vind je het goed, want er staan daar mensen op mij te wachten dat ik hun even een sleutel van het huis geef. En een brochure, dus, want ze staan daar al een tijdje. Ja, vind ik prima. Als u mij het rijbewijs geeft, dan vind ik dat helemaal prima. Ja. En even laten zien wat voor telefoon u heeft gebruikt. Yes. Ik ben makelaar, of? Ja. Ja, oké. Okay. Dat is een iPhone. Apple, ja. Dank u wel. En terwijl de makelaar deze potentiële kopers op weg helpt, schrijft Marcel de bon uit. Kost €160. €6 administratiekosten. Is er een verklaring voor die u erbij wil hebben? Nee. Geen verklaring. Ik voorzien ook dat u te hard rijdt. Mm-hmm. Allemaal van die dingen die passen bij dat bellen, waar we zeg maar wat ongewenst is. Ja. Wat het allemaal... Nou ja. Nee, het is mij bekend. Het is ook niet mijn... Ik heb die auto net 2 dagen. Dus daar moet zo'n ding in gebouwd worden. Ja, nou, de rest is... Tot die tijd even, gewoon niet bellen. Ja. Toch? Ja. Een mooie auto. Valt die een beetje? Ja, ik ben er wel wijs mee, ja. Ik kan me het wel voorstellen. En als je zo'n auto kunt betalen, dan kan deze bon er ook nog wel bij. Al had je er natuurlijk ook een leuke car kit van kunnen kopen. Uw rijbewijs. Ja. En een printje. Het staat er wel op, maar niet daar waar het hoort. Maar het mogen duidelijk zijn. Oké, okay, goed zo. Ja? Bedankt voor de medewerking. Ja. Tot ziens. Deze makelaar doet kennelijk goede zaken en kan dan terug naar zijn bezichtiging. De bekeuring bedraagt €160. Van Gelderland gaan we door naar de regio Drenthe bij Gieten op de N33. Surveillanten Dick en Niels zien een vrachtwagenchauffeur die wel erg dicht op zijn voorganger kruipt. Hallo. De schaduw, kijk, er zit er tussen, 5 meter. Ja, dat kan ik niet zo beoordelen, maar zit er wel heel dicht op. Krijg je geen auto tussen? 9 meter is een witte streep. Ja,
Nou, dat is kiele kiele. Zodra de surveillanten langs zij kunnen komen, wordt duidelijk hoe klein de onderlinge afstand is. Nou, ik kijk. Ja, het is wel erg... Dat is niet prettig rijden. Absoluut niet. Zal ik snelheid even pakken? Ja, hij zit op 80. Hij zit er nog dicht op, hoor. Ja, nou, hij blijft er zo op zitten. Ik tik hem zo even af voor de snelheid. En dan, in ieder geval ga ik de snelheid. 93. Nou, naar die witte auto ga ik er voorbij. Ja. Zal hij het niet leuk vinden? Maar... Nee. Ja, hij is er niet blij mee. Oké. Hij moest eens weten. Nou. Volgens dat aan. Goedemiddag. Goedemiddag. Vier surveillance, hoogmeester naam. Goedemiddag. Hi. Kom even aan deze kant aan staan van de weg af. Meneer, de reden dat we meenemen is het volgende stuk wat we net achter u reden op de N33. Is het afstand houden op die VW Touran voor, die grijze Touran. Ja. We rijden het stuk met u mee en de afstand op die auto... Ja, minimaal. Er zit een witte streep tussen, ongeveer 9 meter. Nou, dan houdt het op. Daar krijgt u ook procesverbaal voor. Ik had graag, als u blij heeft, een rijbewijs en kentekenwijs even gezien. En dan wil ik u uitnodigen bij ons in de auto om even de beelden terug te komen kijken. Ja, dat geloof ik wel. Ja? Ik wil toch graag even laten zien. De beelden zeggen vaak meer dan de woorden die ik vertel. Ja, fantastisch. Ja, dank u wel. Die andere auto, die nee, maar... het zat ook te trutten en dan schiet het niet op. Nee, en ik mag u een koekshaven staan. Ik denk maar even gauw eten nog. En, Ja, ik snap het. Maar ja, de doorheen kan u ook niet. Nee, maar ja, dus, en... normaal rijden. Gewoon één snelheid houden, dan is er niks aan de hand. Maar zo zit te trutten van 80, 70, 90. Dat begrijp ik. Maar er rijdt nog een auto voor. En u kunt ook niet verwachten van die auto voor u dat hij hem ook gaat lopen opdrukken. Oh. Dat gaat gewoon niet. Ik wil graag u even uitnodigen. Ja. Kunt u even de beelden terugzien? Ja. Dan zal mijn collega wel uitleggen hoe het er wat. Noteer ik onder een paar dingen. Mag ik even rechts voor plaatsnemen? Hé, hey, goedemiddag. Allemaal leuk, hoor. Dick van den Berg. Ik had het al in de gaten. Dus, Wanneer had je het in de gaten dan? Ja, u hebt eens links, rechts en dan denk ik, ja. Ik mag zelf de beelden zien en dan... dit is onze snelheid. Ja. En op een gegeven moment dan zit die Volkswagen Touran die zit voor u. Ja, hij zit wel dicht achter. Ja, dat klopt. Dat is niet prettig voor mensen die dan zo'n grote vrachtwagen in de spiegel zien. Als je slagschaduw kijkt, nou, die witte streep, die is 9 meter. En zwart is 3, maar hij zit heel dicht op. Die mensen mogen 100, waarom rijden ze dan niet 100? Nou, omdat er een vakantiegang al voor zit, althans dat zie ik zo met die fietsen, die rijdt misschien 90. Ja. En die vindt dat gewoon zich snel genoeg natuurlijk. Maar waarom nou zo dicht erachter? Want je hebt eigenlijk ruimte genoeg. Inhalen kun je toch niet? Nee, maar ik heb haast. Ja, maar inhalen kun je niet. Nee, want mijn waarde kan ik al. Ja. Dankjewel. Maar goed, dan gaan wij op een gegeven moment gaan wij inhalen en dan wil ik daar tussen. Nou, de auto die is, het is een vrij lange auto, bijna 5 meter. Ja, een auto. Past er bijna niet tussen. Dan ga je met licht knippen, ga je toeteren. Dan denk van, waar is het voor een idioot? Ja, ja, ik denk ook, ja, die duikt ertussen. Ja. Wat hebben we voor het net om er weer tussen te duiken? Maar met die snelheid rij je toch pak een beetje 20, 22 meter per seconde. Hè? Ja. En je weet hier, stel dat een ree oversteekt en die man van die Volkswagen Touran die springt op de rem, dan rijden ze bumper aan gort. Ja. En dat moeten we zien te voorkomen. Nee. Je moet gewoon zoveel afstand houden dat de weg vrij in het overzien is, dat je voet uit de stilstand kunt brengen. Fout. Vrijdagmiddag, hè? Ja. Op tijd naar huis. Nee, ik moet niet naar huis. Ik moet naar Koekshaven. Koekshaven? Ja, er staan een boot te wachten op de spul. Ik denk, maar dan kan ik nog even gauw eten. Want ik heb al een uur in de file gestaan. Bij Zwolle? Ja. Ja, ja. Een drama. Precies. Nou, dan wil je hier eventjes eten. Ja, even gauw eten. En dan weer door. Maar goed, je hebt het gezien. Ja, ik ben fout. Precies. Maar schrijf altijd een verklaring over iemand. U bent niet het antwoorden verplicht, zoals dat zo mooi heet. Mag ik een reden noteren dat u onvoldoende afstand hield? Of zegt u van... Nou ja, ik heb gewoon haast. En de mensen die rijden langzaam gewoon waar je onder mag. Dus ja. Oké. Okay. Rijwijs, kentekenwijs. En een geel betaalde waarschuwing. Ja. Nee, dat was hem weer. Palletje ga ik minder. Oké. Okay. Hey, zeg goede reis nog. En denk er vervolgens even om, hè? Ja. Ja? Is goed. Oké. Okay. Tegen klevende vrachtwagenchauffeurs wordt streng opgetreden. De bekeuring loopt via de officier van justitie. Koos, de vrachtwagenchauffeur die we net zagen, was behoorlijk aan het bumperkleven. Gebeurde er eigenlijk veel ongelukken door bumperklevende vrachtwagens? Nou, een paar jaar geleden heeft het Bureau Verkeershandhaving en het Openbaar Ministerie een onderzoek gedaan naar de oorzaken van ongevallen waarbij vrachtwagens betrokken waren. En het blijkt
als de vrachtwagen de veroorzaker is, dat er 9 van de 10 gevallen het de schuld is van de bestuurder. Omdat hij of te hard heeft gereden, te weinig afstand heeft gehouden, of zich heeft af laten leiden door andere oorzaken. Ik moet zeggen, dat verbaast mij wel. Want je zou toch zeggen dat juist beroepschauffeurs de risico's van bumperkleven kennen. Ja, het is in dit geval ook echt onbegrijpelijk. Ik heb goed naar de beelden gekeken. Maar als je ziet hoe dicht die vrachtwagen op die personenauto zit, dan gaat echt, als er plotseling geremd moet worden, gaat dit volledig mis. Hoe zit het eigenlijk met de gemiddelde remweg van een vrachtwagen? Moet een vrachtwagen meer afstand houden dan een gemiddelde automobilist? Ja, dat moet hij zeker. Kijk, een vrachtwagen die 90 km per uur rijdt, hij mag maar 80, maar er wordt heel vaak tegen de 90 km aangereden, die rijdt 25 meter per seconde. Dus als die personenauto gaat remmen en stilstaat, dan gaat die vrachtauto nog 10 meter door en die gaat niet tegen die personenauto aan, maar die gaat er overheen. Dus levensgevaarlijk. Nou werd in dit geval de bumperklever opgemerkt door de surveillanten, maar zijn er nog andere methodes om dit vast te stellen? Ja, we hebben het zogenaamde videocontrolesysteem. Daarmee kan je vanaf een viaduct met enige markeerpunten op de weg afstand meten tussen de voertuigen. Als die te kort is, dus als er echt gekleefd wordt, wordt het doorgegeven aan motorrijders. Die halen zijn voertuig van de weg, brengen hem naar de parkeerplaats. Daar staat een auto van de politie met een monitor waar je het geheel nog eens een keer op kan zien. En als het inderdaad veel te kort op elkaar is, dan krijg je dus een bekeuring. Er zijn vele redenen te verzinnen om geen helm op de bromfiets te dragen. Zo horen de surveillanten regelmatig dat een helm veel te warm is, dat het lastig is voor brildragers en dat je haar ervan in de war raakt. Maar één ding is zeker, je haar raakt pas echt in de war als je met je hoofd tegen de keien te pletter slaat, dus je kunt je hersenpan maar beter goed beschermen. En dat geldt ook voor deze scooterrijder die we tegenkomen bij Drouwernermond op de N379. Surveillante Dick en Niels zien in tegengestelde richting een helmloze scooterrijder naderen. Ja, Dick keert direct om de achtervolging in te zetten. Maar waar is die? Ja, dat is de vraag. Daar. Ja. Ik wil hem toch daar even aan de kant hebben. Ja. Nou, in ieder geval helpen. Hij is wel scherp. Hij is scherp, ja. Maar kijk, waar gaat hij heen? Hier, waar dan? Stap je af. Of uit. Zo wat. Kijk, waar gaat hij? Kennelijk is deze brommerrijder toch niet zo scherp of het doet alsof zijn neus bloedt. De surveillanten gaan opnieuw achter de bestuurder aan om hem alsnog tot stoppen te dwingen. Stap even, politie. Zet hem maar even uit. Ik zal hem eerst even legitimeren. Ja. Of maar, videosurveillance. Daar ga ik even het rijbewijs in gezien inderdaad. Dan had je al verwacht. Ja. Dankjewel. Gaat mooi sportief. Ja. Maar, zo'n mooi ding. Ja, ja. Een mooie stoere motorjas aan. Ja. En dan moet je dat hoofd toch beschermen, zou je zeggen. Ja, dat of niet? Hey, voor het rijden zonder helm krijg je een bekeuring. De rest lopen we eventjes na. Pak even de papieren erbij. Ja. En dan gaan we even kijken. Ja? Klein momentje hoor. Ja, meestal mensen die zo'n jas aan hebben, die hebben een helm op. 35% gaat het goed, maar één keer gaat het fout. Eén keer gaat fout, hè? Ja, dat. Maar kijk, ook om met de helm. Ach, nou met werk ook. Het was hartstikke druk. Waar werk je dan? Met topplaats. Op bij de tolplaats. Ja, vandaag 7 tijdjes of zo dit weekend. Ja. Helemaal in de stress. Nou, ik moet nou snel de slag rijden, was het te kort. Dus ik rij even snel heen. Ja, daar. En op dat moment gaat het altijd natuurlijk net fout. Ja, je neemt het risico en ja, dan gaat het net. Maar ik heb het liever zo dat er bij jou komt een aanrijding dat je hoofd helemaal kapot is. Dat is zo. Ik bedoel, de helm is toch een belangrijk iets om je hoofd te beschermen. Vaak moet ik wel lopen, maar ja. Ja, daar ga ik wel van uit, maar het is altijd die ene keer, hè? Haast. Ja. Wat kost een geintje dan maar, zonder helm? Voor mij... helm is 60 euro. 60 euro. Oh. Ja, maar, oh. Ja, wel 60 euro. Ja, wel zonder geld natuurlijk. Maar. Ja. Kun je lekker vanuit eten. Dat is zo. Nee? We schrijven een verklaring op. Je bent niet te antwoorden verplicht, maar mag ik het renoteren dat je zonder helm rijdt? Haast. Ja. Okay. 5 letters. Niet zo moeilijk. Heb je hem op bij je? Wat? De helm? Nou, eigenlijk niet. Oh, ik denk misschien zit hij nog in de buddy. Maar... Nee, die zit ik allemaal vol met rommel. Oké. Ja, dan moet je inderdaad verder wandelen zometeen. Dat zijn de consequenties, hè? Ja, maar dat gaat ook niet gebeuren. Dan bel ik wel iemand op. Concert, dan brengen. Bel je iemand, ja. Dat is misschien handiger. Oké. Nou, zoals gezegd, het boetebedrag was inmiddels genoemd. Die zul je thuis gestuurd krijgen binnen een paar weken. Als je die betaalt, is daar gewoon de kous mee af. Ja. Die krijg je weer retour met de gele aandenken erbij. Hey, heb je nog vragen? Ik niet. Oké. Okay.
Geef ik je een hand. Desondanks, toch een fijne dag verder? Ja, dat komt wel goed. Oké, goed. Hey, kalm aan, hè. Hoi. Nou, dat gaat wel lukken, want de scooterrijder moet zijn reis lopend voortzetten. De bekeuring bedraagt €60. Straks een wilde klopjacht op een jonge scooterdief. Staan blijven! Politie! Betrokken persoon gaat er vandoor op de scooter. Matsingel linksaf Kronenburg om. Hey, je bent aangehouden. Waarom? Dus je mag met ons mee. Op verdenking van diefstal van een snowfiets. Straks een wilde klopjacht op een jonge scooterdief. Staan blijven! Politie! Betrokken persoon gaat er vandoor op de scooter. Matsingel linksaf Kronenburg om. Hey, je bent aangehouden. Waarom? Dus je mag met ons mee. Op verdenking van diefstal van een snowfiets. Oude tweetaktmotoren, zoals die onder de beroemde Chrysler Florette zitten, zijn relatief simpel op te voeren. Veel van deze bromfietsers rijden dan ook met een uitgevijlde cilinder of spruitstuk, waardoor de oude beestjes met gemak de 100 halen. Het is duidelijk dat ook deze jongeman aan zijn Chrysler heeft zitten sleutelen. Dus dat betekent mee naar de rollenbank zoals we zien in Den Hoorn op de Woudseweg. Surveillante Paul en Henry zitten achter de bestuurder van een Chrysler Florette die ver boven de maximumsnelheid rijdt. Dat ergens is zo af, redden. De bromfietser slaat af naar een recreatieterrein waardoor de agenten geen meting kunnen doen. Ga er maar voorbij. Motoragent Martijn assisteert de surveillante en kan op dit smalle weggetje beter uit de voeten. Hij weet de bromfietser staande te houden, maar ook hij heeft helaas geen meting kunnen doen. Nee, niks kunnen meten. Gaat er naar de rollenbank met het apparaat? Ja, dan moet hij meenemen. Het is duidelijk dat deze Chrysler is opgevoerd, maar dat zal op het bureau moeten worden vastgesteld. Dan gaan we even naar bureau Delft, dan gaan we op de rollenbank. Oeps, dat is even slikken. We gaan wel heel erg hard. Ja, ik ben even aan het afstellen. Hey? Ik ben even aan het afstellen. Nog aan het afstellen, doe ik dan niet. Hij gaat er hardst af. Wat is je code? Van je huis? Want als ik, dat weet ik zo niet uit mijn hoofd. Oh, okay. Alleen als ik ervoor stap. Dan leg je een steun van die De jonge man kan geen papieren van de bromfiets overleggen en een rijbewijs heeft hij ook al niet. Dus mag hij met de fiets heen en weer om zijn zaakjes op orde te krijgen. Heb je rijbewijs? Ja. wel mijn ideeën, Kai. Het is wel anders als je gaat rijden dat je dan je rijbewijs meeneemt. Ja. Ja, maar aangezien wij hier in de buurt rijden, dan rij je niet met je rijbewijs. Oh, dan heb je geen rijbewijs nodig en als je in de buurt blijft rijden. Het is nog officieel eigen weg ook. Dus. Ja, maar we zagen bij Delft zag ik al rijden. Schipleider, die weg ik nog. Schipleider, maakt niet uit. Oké, mag even met me meerijden. De bestuurder gaat onder begeleiding van Martijn naar het politiebureau in Delft, waar het vermogen van de bromfiets wordt vastgesteld op de gevreesde rollenbank. En toen viel heel toevallig de motor uit. Tja, waar zou dat nou aan liggen? Te weinig brandstof misschien? Of haalt deze bestuurder gewoon een slimme truc uit om aan de rollenbank te ontsnappen? Oh, wacht eens even, het benzinekraantje natuurlijk. Nou, nog maar eens op de kickstart. En dan, ja hoor, we zijn weer onderweg. Dit erboven hoor. 70, ik weet zeker dat het harder kan. Ik ben al aan het opstellen, dus... Kijk er niet harder en ik ga hem niet verpesten. Ik ga hem niet verpesten. Wat zit eronder, een super? Ja. Dus hier krijg je een bekeuring voor. Hm? Ja. Mag je kentekenbewijs halen? En daarmee komt de bestuurder goed weg. Voor je nou zelf van die snelheid? Ja. We zijn allemaal jong geweest. Ja, dat begrijp ik. Maar realiseer je wel dat die bromfiets maar voor een bepaalde snelheid is gemaakt. En de remmen en het frame daar ook maar op die snelheid tegen bestand is. Dus als jij die snelheid te hoog opvoert, dan... kunnen je remmen en dergelijke allemaal niet meewerken. Als je nou dit leuk vindt, zorg dat de motorfietskenteken op komt. Haal je motorrijbewijs, dan ben je vanaf. Ja? Geloof je dat? Ja. Je mag niet meer rijden, want dan gaat te hard. Dus je moet gaan lopen. Oké, dus ik moet lopen naar huis? Nou joh, of naar de kroeg, maakt niet uit. Nog een beetje. Ja. Maar kijk, ik kan niet zeggen, ga maar rijden. Dat, okay. Ik wil niet hebben. Ja? Ja.
Keuring 60 euro. Ja. De achterzij staat u even te bezwaar kunnen maken. Nee, ik denk dat het wel verdiend is. Ik denk het ook, ja. Ik denk dat ik goed mee weg kom ook, ja. Trouwens. Dus, ja. Volgende keer even je rijbewijs mee. Ja? Ja. Oké. Okay. Nou, wel thuis dan. Ja. Hey, succes. Ja, brand. Deze jongeman mag van geluk spreken dat de surveillanten hem niet op de openbare weg konden meten, want dan was deze zaak heel anders afgelopen. In dit geval blijft de bekeuring beperkt tot 60 euro. Koos de Brommer die we net zagen haalde een maximumsnelheid van 70 km per uur op de rollenbank. Nou lijkt me dat een vrij pittige snelheid voor zo'n ding. Wat is eigenlijk de maximale snelheid van een Brommer? Nou, het ligt dan of die fietspad op de weg rijdt. Op het fietspad is het binnen de bouwde kom 30 km en buiten de bouwde kom 40 km. Als die bromfiets op de rijbaan mag rijden, dan mag die 45 km per uur rijden. Rijden er eigenlijk nog veel opgevoerde Brommers rond? Nou, ik zou zeggen, kijk om je heen hoe je ingehaald wordt. En kijk ondertussen op je teller hoe hard jij rijdt en hoe hard die bromfiets rijdt. En dan zie je dat er nog heel veel te hard rijdt. De bromfiets van daarnet werd geklokt met 70 km per uur op de rollenbank en kreeg daarvoor een geldboete. Maar als de surveillanten hem op de weg hadden geklokt met die snelheid, was hij zijn rijbewijs kwijt geweest. Is dat niet heel erg krom? Nee, het verschil zit erin. Wat kan die bromfiets rijden en wat werd er gereden? Het is natuurlijk veel gevaarlijker als die snelheid echt ook wordt gereden, als dat hij het kan rijden. Je zou het kunnen vergelijken met het bezit van een vuurwapen. Als dat illegaal is, dan mag je mag het niet bezitten als je geen vergunning hebt. Maar als je er ook nog mee gaat schieten, dan praat het natuurlijk over een heel ander feit. Ben je eigenlijk verzekerd als je op een opgevoerde Brommer rijdt? Nou, dan moet je even in de polis kijken. Over het algemeen zal er in de polis staan, als het voertuig niet aan de wettelijke vereisten voldoet, dat je dan niet verzekerd bent, althans dat de verzekeringsmaatschappij de schade bij je terug kan halen die zij hebben moeten uitkeren aan een andere partij. Hoeveel Brommerongelukken gebeuren er jaarlijks? Nou, dat zijn er heel wat. Gelukkig loopt het aantal doden en gewonden iets terug. In 2002 waren er 100 bromfietsdoden per jaar. In 2008 was het teruggelopen naar 75. En wat betreft het aantal gewonden, in 2002 waren er 3500. En in 2008 hadden we nog ruim 3200. En dat zijn er heel veel. We zakken af naar de regio Brabant-Noord bij Rosmalen op de Rijksweg A59. Surveillanten Fred en Antoinette worden ingehaald door een bellende bestuurder. En ze belt nog steeds. En door het handheld bellen wordt het natuurlijk lastig om richting aan te geven. Weer geen richting. En weer geen richting. A59 onder Os Hees. En weer geen richting. Nou, een stuk 6 keer geen richting aangegeven. En weer geen richting. Zou er geen richtingaanwijzer op zitten? Nou, we hebben een mobiele telefoon vasthouden en diverse keren geen richting aangegeven. Nou, er is nog geen incident meer, hè? Ik denk dat we ze maar meenemen zo, hè? Ja, dan redden we hem aan. Zat hij nu aan? Hé, hey, ze gaat... Ze gaat de andere kant op. Nee, wacht. Komt allemaal goed, man. Ze kan niet veel verder zijn, is daar. Lijkt me toch heel duidelijk, hè, wat er stond. Ze is rechtsaf. Ja, dat ze niet de afrit heeft genomen. Ja, dat... Ja, daar rijdt ze. We gaan even langs naar de lege plaats. Ja? Ja, dan mag ik het even zien. En weer de telefoon vast. Oh, pot. Ja, ze heeft het gezien. Een hele goede middag. Hoi, Fanoel. Je had net de telefoon aan de hand. Ja. Daar krijg je best verbaal voor, maar we hebben ook je rijgedrag gefilmd. Die wil ik je even laten zien bij ons in de auto. Zou ik jouw rijbewijs mogen zien? Ja. Ja, dankjewel. Nou, we zullen je even wat laten zien aan de auto. Zal mijn kleren even met jou de beelden bespreken. Je doet de deur even Hallo. Dicht. Hoi. Antoinette, ook even. We rijden hier op de A59. En hier kom je even voorbij. En dan ben je mobiel aan het bellen. En dan vervolgens een heel stukje verderop krijg je een volgteken. En dan ga je ermee vanaf. Ja. En dan? Ik wist niet dat dit een politieauto was. Nee, maar... Het is een grapje. En ik vind het nogal eng als ik een zwarte Audi ga volgen. En ik moest dus naar Ieder. Dus ik denk, ja, als jullie naar rechts gaan, dan rijd ik door. Ik wist niet dat jullie politie waren. Ik schrik me dood. Een zwarte Audi ga ik niet volgen. Nee. Ja, dat vind ik dus gewoon het was de angst. Ja. Ja. Toen ik zijn pasje zag, dacht ik, oh, dan ga ik aan de kant zo. Okay, ja, dus ik durf dat niet. Ik ga niet achter een zwarte Audi aanrijden. Of dat nou overdag of s'nachts is, maar ik vind het eng. Ja. Nou, ik zal even de beelden verder. Maar dan heb je in ieder geval uitgelegd wat, waarom dat je niet met ons meereed. Nou, dan gaan we een stukje verder. Elke keer als jij je verplaatst van rijstrook, van links naar rechts of andersom, geef jij nergens richting aan.
klopt. Ik weet niet of er een richtingaanwijzer op zit. Ja, als het goed is wel. Als het goed is wel? Dat zou wel de bedoeling moeten zijn. Maar waarom gebruik je hem niet dan? Ja, weet ik niet. Nou, ik zie denk ik ook niet. Want heel af en toe dan zien we een keer dat hij één of twee keer knippert. Maar we hebben 6, 7, 8 keer gezien dat je hem helemaal niet gebruikt. Ja. En het is je enige communicatiemiddel, hè? Ja. Wat je hebt om te laten zien dat je van rijstrook wisselt. Je krijgt in ieder geval voor het mobiel bellen. Ja, logisch. En het geen richting aangeven, daar krijg je procesverbaal voor. Ja, goed, en zo meteen... Toen we je net weer voorbij reden, hè, toen de collega uit zijn pasje liet zien, toen zat je ook weer met het mobieltje in je handen. Ja. Ja, toevallig vandaag al reden, maar goed. Ja, maar dan moet je. Geen excuus, dus. Ja, nee, dat moet je doen als je erg stil staat, hè? Klopt. Ja. En niet rijdend. Nou, alsjeblieft, rijbewijs. Ja, dank je. Nou, eens even kijken. Het mobiel bellen, dat weet ik zo uit mijn hoofd. Het is €160. Het wisselen van rijstrook zonder gebruik te maken van de richtingenwijzer is €60. Er komt bij alle twee €6 administratiekosten bij. Dus dat je dat in ieder geval weet. Nou, dan ga je nou naar moeders. Ja? Oké, doei. De bekeuringen voor het handheld bellen en de richtingaanwijzer bedragen opgeteld €220. Koos, de bestuurder die we net zagen, die gaf telkens geen richting aan. Nou vind ik persoonlijk dit de meest flauwe bekeuring die de politie kan geven. Zo erg is dat toch niet? Ben ik helemaal niet met je eens. Het is niet alleen hinderlijk, maar het is ook gevaarlijk. De wegenverkeerswetgeving is een ordeningsrecht. Dat betekent dat we afspraken met elkaar gemaakt hebben waar je op mag vertrouwen. En als iemand aankomt rijden en hij geeft geen richting aan, ga ik ervan uit dat hij rechtdoor gaat. En het is levensgevaarlijk als ik dan oversteek en hij blijkt toch ineens links af te gaan. Dus richtingwijzer wordt ook wel eens gebruikt om bijvoorbeeld ruimte te claimen of om in te halen. Is dat wettelijk wel toegestaan dan? Nee, de richtingwijzer is geen dirigeerstokje. Dus het is niet zo richtingwijzer uit en gaan. Je moet de vrije ruimte zoeken waarin je kan invoegen. Je ziet vaak dat mensen die van de afrit de snelweg oprijden, dat die hun richtingwijzer uitdoen en gelijk gaan. Dat hoort niet, want je rijdt een voorrangsweg op. Dus je moet kijken wat de ruimte is. En de andere kant is natuurlijk wel dat automobilisten die op die snelweg rijden ook ruimte moeten geven. Zeker als het heel druk is. Dan moet je het spel met elkaar spelen. Wat je ook vaak ziet is dat mensen vaak bij inhalen één keer even knipperen met hun richtingaanwijzer. Is dat toegestaan? Nou, dat is natuurlijk wel erg weinig, hè? Het gaat erom dat je duidelijk en tijdig richting aangeeft. En onder duidelijk wordt verstaan dat je toch wel meerdere keren knippert. En onder tijdig wordt verstaan dat je het doet voordat je de manoeuvre inzet. Je ziet mensen soms van rijstrook wisselen. En op het moment dat ze in de andere rijstrook wil rijden, gaan ze alsnog richting aangeven. Nou, dat hoeft dat niet meer. Maar het gaat erom dat je het doet voor het achteropkomend verkeer. Dat kan zien dat je aan het wisselen bent. Dus je moet het tijdig doen voordat je de manoeuvre inzet. We rijden mee met de regio Gelderland Midden in Arnhem op de schepen van Ommerenstraat. Surveillant Erwin en Michel krijgen een melding over een gestolen brommer. Met betrekking tot dat bromfietsje met die gozer, heeft u een signalement? We zien namelijk een snorfiets staan. Moet ik even denken, de massasingel bij de bushalte, zeg maar. Dat parallelstukje. Gaan we even kijken. En dan blijkt het inderdaad de betreffende bromfiets te zijn. Staan blijven! Politie! Kan het plaatje zien? Foxtrot Victor 846X. Ja, het betrokken persoon gaat er vandoor op een scooter. Massasingel linksaf Kronenburg om. Bij de ING voor langs. Hij gaat nu voor de ING langs. Wie is dit? 5330. We zien hem de parkeergarage ingaan. De agenten zetten de achtervolging in, maar de vogel is gevlogen. 5330. Ik ga even op de voetjes, want anders we zijn hem even kwijt. Moment. Ik ga eruit. Ik ben hem kwijt. Heeft u een papier gegeven van die brandfiets? CQ, de bestuurder. Het is een blanke jongeman met een petje. Een wit vest met iets van zwart werkje erin. Een Mio scooter, dus een crème kleurig ding. Begrijp dat er geen wapens bij gebruikt zijn. Kan alle kanten op zijn. Ja, dubbel ook geen wapens in de 1101. Erwin, kom eens uit. Zeg maar. We
Waar sta jij? Ik rij door het wijkje heen waar jij naartoe gelopen bent. Ja, ik sta weer bij de Kronenburg Single en dan tegenover het UWV. Ja, onderweg. De surveillanten hergroeperen zich en krijgen vervolgens bericht van de wijkagenten dat zij een vermoeden hebben over de identiteit van de dader. Het gaat hier om een bekende wetsovertreder uit de buurt en de agenten besluiten hem met een bezoekje te vereren. We hebben wat op beeld staan voor je. Mooi. En ik denk dat je dat wel wil hebben. En wat had hij aan? Een wit vest aan. Wit vest, gewoon een gebreid vest met een baan zo. Met wat werkjes erop, wit petje, spijkerbroek, sportschoentjes. Blanke gozer. Deze heeft een zwart shirt met zwarte broek. Ja. Dat is er niet. Zullen we even kunnen kijken bij hem? Ja, is goed. Ja? Terwijl Michel polshoogte neemt, krijgt Erwin een telefoontje met cruciale informatie. Erwin. Hi, met Arno. Hoi, hoi. Hi. Hey, we hebben die jongen die achterop zit, die hebben we nog eens even gevraagd. Ja. Die zegt, het was echt wie die de brommen bestuurde. Ja. En zijn moeder die bevestigde dat, van die jongen die achterop zat. Die moeder die zegt, ik heb Edwin nog een dvd'tje gegeven. Oh, oké. Okay. De jongens die staan daar nu binnen, hè? Hey, bedankt, hè. Doei. Hoi. De kleding van de jonge man komt niet overeen met het signalement, maar toch vertrouwt Michel het zaakje niet. Hij had wel hele klamme handjes. Die jongen? Ja. Dus het is wel degelijk die gozer van... Gaat hij er weer eens omhoog? Ja. Oké, dankjewel. Hoi, hoi. Hoi. Collega's, die hebben net die andere bril die achterop zat gesproken. En die bevestigt dat het wel degelijk Wiener van Wiener met de eerste honderd is geweest. Deze informatie werpt een nieuw licht op de zaak. Dus wordt de wijkagent erbij geroepen om de beelden te bekijken. Ik zeg van wel. De jongens hebben de passagier gesproken. En die bevestigde dat het Wiener is geweest. En die moeder van die knul die bevestigde. Kijk eens naar die schoenen. Klopt exact. Donker, ja. De lichte vlek op zijn broek. Ja, dan halen we hem erbij aan. Zeg maar wat hij ervoor te zeggen heeft. Precies. Laat jij het hem even zien. Het heeft er alle schijn van dat de mogelijke dader zich tussentijds heeft omgekleed om de agenten op een dwaalspoor te zetten. Hij wordt dan ook met de beelden geconfronteerd. Nou, dat ben ik niet. Kijk eens naar je schoenen, naar je broek. Klopt allemaal precies. Ik heb toch die kleren niet aan? Nu niet meer. Nee, je hebt natuurlijk ruimschoots de tijd gehad om die trui in ieder geval uit te doen. Ja, ik ben dat niet. Nee? Nee. Andere mensen verklaren anders van wel. Wie dan? En als je... Is dat van belang nu? Ja, eigenlijk wel. Nee, dat is op dit moment niet van belang. Andere mensen verklaren dat jij op dit ding hebt gereden. Nee, dat ben ik niet. Nee? Nee. Ja, dan moet je het gewoon vol blijven houden. Dan heb je alleen jezelf bij... Goed. Ik hou het vol, want ik ben het niet. Ja. Maar je hebt jezelf bij de veto, hoor. Ja, de jonge man blijft ontkennen, maar ondertussen heeft de wijkagent een en ander nagetrokken. Hij zegt dat hij bij een maatje wegkomt. Dat is niet waar. Hij is hier vanmiddag al geweest, deze peuk gelukkig is weggegaan. De witte vest is hier al vaker mee gezien. Hij heeft zo'n kleurig petje, heeft hij. Dus, maar hij natuurlijk ontkennen. Omdat de jongen blijft ontkennen, is er onvoldoende grond om hem aan te houden en mag hij voor dit moment zijn weg vervolgen. Fijne avond. Doei. En tot heel snel. Maar het net begint zich langzaam te sluiten, want even verderop is de gestolen bromfiets op aanwijzing van een buurjongen teruggevonden. Ik wil graag een gozer die wezen maar aan. Ja, de crossfiets. De bromfiets is dankzij deze oplettende jongen teruggevonden en vervolgens blijkt dat zich een getuige heeft gemeld. Die heeft gezien hoe de dief er vandoor is gegaan en de kentekenplaat van de bromfiets in een prullenbak heeft gegooid. Michel gaat dan ook op onderzoek uit. Het ligt er al te lang. En het veldwerk blijkt zijn vruchten af te werpen. Hier ligt hij in. Moet er één keer raden wat ik gevonden heb in een prullenbak achter zijn woning. Het originele kentekenplaatje. De kentekenplaat wordt veiliggesteld en vervolgens meldt zich de zoon van de getuige... die kan bevestigen dat de eerder verhoorde jongeman inderdaad op de bromfiets reed. Dus je bent het aan het uitzoeken? Ja, even kijken. Kronenburg Singel, Brienenhof... Ja, Boekenpad, Kanuspad, Kanushof. Oké. Ja. Michel brengt verslag uit bij de wijkagent. De zoon kwam net aanrijden. Ja. Het telefoonnummer van de getuige hebben we. Okay. Dus die kunnen we zo even bellen. Oké. Okay. En dan is het... Die herkent hem ook als zijnde... De bromfiets wordt voor nader onderzoek afgevoerd naar het bureau... en zal te zijner tijd aan de rechtmatige eigenaar worden teruggegeven. Voor de politie bestaat er voldoende grond om de verdachte aan te houden.
Zijn we weer. Ja? Hey, je bent aangehouden. Waarom? Dus je mag met ons mee. Op verdenking van diefstal van een snowfiets. Hé, man? Ja. Nee. Zal ik de deur dicht doen? Het is duidelijk dat de praatjes van deze knaap geen stand houden en dat hij er gloeiend bij is. De verdachte wordt voor verhoor afgevoerd naar het politiebureau, waar die zal worden voorgeleid aan de hulpofficier van justitie. Op basis van de getuigenverklaringen is het waarschijnlijk dat hij zich binnenkort voor de rechter zal moeten verantwoorden. Volgende week in Wegmisbruikers vindt in Limburg de ene na de andere aanrijding plaats. Oké. Ja, hoppa. Dat is de volgende erop. Ik had er vol bij hem op. Bij mij ging het in ieder geval mis. Ja, ik had het in de gaten.